zie dat, dit is gerestaureerd, dus de hoekjes. En hier is het is twee keer. Deze. Die blok en het laatste op die wand. Oh nee, sorry, niet. Nee. Wat ik dan nog heb, zo, zijn alle werktekens. Ik zie dat Rob mijn handtekening ook maar voor het gemak heeft erbij gezet. Ga jij dat doen? Ik heb het tegen Henk gezegd, dus ik ben benieuwd wie daar voor op moet draaien. Kom maar even naar beneden iets. Naar beneden iets. Ja. Nog iets verder opzij? Ja, zo. Ja, zo. Nee, toch te veel. Met die chakra juist zo. Ja, helemaal goed. Goed. Nog. Ik heb vanuit nog meer die kant. Nog wel iets zakken, mag nog iets zakken nog? Die zitten hier naar de schaduw. En dan iets meer naar rechtskant. Ja, dan nog een stukje zwart tussen het geel en nog even is iets te hoog met de been. Zo, knallen maar. Ja. Knallen maar jongens, het is goed. Het is wel leuk als het ongeveer een beetje... Het is allemaal goed. Nee. En nu moet hij nog ietsje omhoog, dan je net naar beneden. Dus weer ietsje terug. Nee. En jij blijft staan. Links blijft gelijk. Alleen in midden iets omhoog. Juist. Zo. Doe maar even, laat maar even zo. Het lijkt wel gisteren, vind je? Ja, het is zo fris als 30 jaar geleden. Dat wordt niet helemaal gerealiseerd. Dat echt 2 dagen opvangen van dit ding erg weinig is. Dat zo jongen. Het hangt. We zijn klaar. Het hangt. In 1982 maakten Rob Scholte en Sandra Derks een kunstwerk van meer dan 300 losse delen die op een specifieke manier op de muur moesten worden aangebracht. In totaal is het kunstwerk 44 vierkante meter groot en is er een muur van 25 meter nodig om het op te hangen. Niet alleen vanwege de grootte, maar vooral ook door de vele onderdelen is er een heel precieze beschrijving nodig om het werk iedere keer zoals de kunstenaars het bedoeld hebben op de muur te bevestigen. Sandra en Rob leerden elkaar in 1979 kennen op de Rietveld Academie. In 1981 begonnen ze aan hun meterslange kunstwerk. Ze noemden het Rom 87. Dat kwam van Alle wegen leiden naar Rome en van George Orwell's 1984. Ze wilden geen minimal art maken zoals hun voorgangers of conceptuele kunst, maar herkenbare figuratieve vormen. Ze kochten kleurboeken bij de HEMA, verf en inkt en lieten hun fantasie de vrije loop. En of ze nu wel of niet binnen de lijntjes kleurden en wel of geen realistische vormen maakten. Het plezier en het lekker knippen en schilderen spat er vanaf. De beelden bij dit filmpje komen uit het Centraal Museum Utrecht, waar Rom 87 in 2012 werd opgehangen. Maar omdat er geen instructie van was, heeft het meer dan 100 uur gekost om het werk op te hangen. De papierrestaurator, 2 mensen van de technische dienst, de beide kunstenaars, de conservator van de Rijksdienst, de conservator van het museum, de onderzoeker, de projectleider van de tentoonstelling. Ze hadden allemaal hun deel in het presenteren op de tentoonstelling. Dat moest anders kunnen. Installaties zijn kunstwerken die uit verschillende onderdelen bestaan, die in een vaste onderlinge samenhang in een ruimte worden opgesteld of bevestigd. Vaak zijn ze gemaakt van verschillende materialen en in verschillende technieken. De Rijksdienst heeft ongeveer 150 van dit soort kunstwerken. Als zo'n installatie als die van Rob en Sandra weer opnieuw moet worden opgehangen, blijkt dat er goede documentatie moet zijn om dat allemaal te laten gebeuren zoals zij het ooit bedacht hadden. En omdat er geen beschrijving was hoe Rom 87 moest worden bevestigd, duurde het een aantal dagen voordat 7 mensen, onder wie de 2 kunstenaars, dat voor elkaar hadden. En dat mocht dan een leerzame exercitie zijn, het was wel een hell of a job. Het is de bedoeling dat installaties zo gedocumenteerd worden, dat van begin tot eind volstrekt helder is hoe het uitgepakt en bevestigd moet worden en na afloop van de tentoonstelling weer ingepakt moet worden. En omdat iedere installatie op zich staat, is er geen algemene opzetinstructie te maken, maar is elke herinstallatie maatwerk.
Rom 87 bestaat uit 9 panelen. Een HEMA kleurboek met 64 plaatjes was het uitgangspunt. Op het eerste paneel hebben Rob en Sandra de plaatjes veranderd. Op het tweede paneel zijn de 64 plaatjes verder aangepast en ingekleurd. Dan volgt een paneel met 32 plaatjes, waarop de eerdere afbeeldingen zijn samengevoegd. En dit herhaalt zich bij de volgende panelen van eerst 16, dan 8, dan 4, dan 2 en tenslotte 1 grote afbeelding. Behalve deze 8 panelen is er nog een laatste 9e paneel, dat Rob en Sandra de collage noemen en dat maar liefst uit 170 verschillende onderdelen bestaat. Afbeeldingen uit de voorgaande panelen komen hier samen in een heel nieuwe compositie waarin geweld, religie, vuur en macht verbeeld zijn. In 1984 heeft de Rijksdienst het werk gekocht en sindsdien is het 4 keer tentoongesteld in een museum. Het spreekt bijna voor zich dat zonder, noem het maar een gebruikshandleiding, het een onbegonnen klus is om het werk uit te pakken, op te hangen en weer op te bergen. Dat ten eerste. Ten tweede was het werk onder 1 inventarisnummer geregistreerd. En bij de tentoonstelling in Utrecht bleek hoe nodig het was om alle onderdelen apart genummerd te hebben. En ten derde moest aangegeven zijn hoe je het werk fysiek aan de wand moest bevestigen. Als alle tentoonstellingmakers het werk aan de wand prikken met naalden, ontstaan er beschadigingen en die moeten dan weer gerestaureerd worden. Dat is dan ook bij Rom 87 gebeurd. De papierrestaurator heeft de hoeken met rijstpapier verstevigd en gerepareerd. Zoals eigenlijk voor alle installaties zou moeten gebeuren, is voor Rom 87 een instructie gemaakt hoe om te gaan met het materiaal en hoe om te gaan met de volgorde van de verschillende delen en deeltjes. Zo kan het kunstwerk voortaan zonder hulp van de makers en met een beperkte capaciteit snel en goed worden opgehangen. Zo zijn voor het laatste paneel 6 kalktekeningen gemaakt met de volgorde en de plaatsing van de verschillende onderdelen. Die laten de verschillende lagen zien. De nagetekende contouren en de nummeringen tonen wat links en rechts en voor en achter elkaar moet komen. En dan is er voor ieder deeltje van de collage met 2 laserstralen op een X- en een Y-as hun juiste plek bepaald binnen het geheel. Eigenlijk moet de kunstenaar bij de verkoop een advies geven hoe het werk geïnstalleerd moet worden. Want elke installatie is maatwerk. Als die niet meer geleverd kan worden, is de ervaring die opgedaan is met Rom 87 een mooi voorbeeld hoe zo'n instructie kan worden gemaakt.